Vandaag wilde ik jullie iets vertellen over steenkolen. Stoomlocomotieven die hebben steenkolen nodig. En op het moment dat je een lok op stoom wilt brengen, moet de stoker stoken. Nou, die steenkolen die werden in Nederland in Limburg gedolven en die werden ook per spoor gedistribueerd naar alle grote stations in Nederland. Op het moment dat een trein het station binnenloopt en er moesten kolen genomen worden, dan werd er met behulp van zo'n kraan, als jullie hier zien, en grote bak eraan, werden die steenkolen in die bak geschept en dat werd gewogen en dat werd dan in de tender van de stoomlocomotief gekieperd. En de stoker staat op de locomotief om vanuit de tender die steenkolen in de vuurkist te scheppen. En dat is geen geringe arbeid. Voor vertrek staat een stoker zo'n 800 tot 1000 kilo steenkolen per uur in de vuurkist te scheppen. Onnoemelijk zwaar werk. Tijdens de rit heeft hij het iets gemakkelijker. Komt het neer op zo'n 300 tot 350 kilo per uur. Maar je kunt je voorstellen dat dat voor je gezondheid van je rug bijvoorbeeld niet bevorderlijk is. Die steenkolen die vertegenwoordigen natuurlijk een waarde. En nou is het voor die stoker ook erg belangrijk dat hij niet te veel kolen verstookt. Er was dus een kwotum. Er was een bepaalde hoeveelheid in gedachten, dat was heel nauwkeurig berekend, om een bepaalde afstand te overbruggen. Als die stoker nou in zijn enthousiasme te veel kolen verstookt op een bepaald traject, dan liep hij zijn premie mis. En die premie die kon wel een derde van zijn loon uitmaken. Nou, hoe krijg je dat nu voor elkaar? Op het moment dat je snelheid hebt opgebouwd en je weet dat er bijvoorbeeld over 10 kilometer een station is waar gestopt moet worden, dan stopte die stoker met kolen scheppen. Het vuur werd met een rakelijzer onder de deur getrokken, zoals men dat noemde. Je creëert daar een berg van. Dan wordt de zuurstoftoevoer ook afgesloten. Dan heb je ook wat minder rookontwikkeling. En dan liet men hem uitlopen. En aangezien je op die spoorstaven met die ijzeren wielen geringe rolweerstand hebt, kun je die snelheid heel lang vasthouden. En dat was de manier om zuinig te rijden. En dat werd gewaardeerd.